Het is februari 1945. Zuid-Nederland is al een tijdje bevrijd en Noord-Nederland nog niet. Om de machtsovername soepel te laten verlopen en de orde te handhaven is een half jaar eerder door de regering in ballingschap de binnenlandse strijdkrachten opgericht. Onderdeel daarvan zijn kleine groepen strijders die alleen elkaar kennen en vaak alleen nog maar van bijnaam. Ze oefenen voor het moment dat de Duitsers zich overgeven, want dan moeten zij de orde handhaven. Dat oefenen doen ze vaak op het platteland, op plaatsen waar de Duitsers niet zo fanatiek zijn. Een van die plaatsen is de Kanaaldijk in Weidewormer. Hier op nummer 53 komt een groep regelmatig bijeen, tot het op 28 februari 1945 misgaat. Bijna de hele groep wordt opgepakt en een paar dagen later gefusilleerd. Het monument aan de Pieterslotenweg in Nek herinnert aan deze gebeurtenis. Pieter Sloten, hij is de enige van de groep die uit Nek kwam. Tom Segers hoorde ook bij de groep. Hij overleefde de razzia wel, maar gek genoeg kende hij Pieter Sloten dan weer niet. We waren met een groep van 11 man, maar Pieter, de een wist niks van de ander. Er werd niet gepraat van hoe of zus of zo, want het verraad zat overal. Als ik er goed aan denk, dan loop ik eigenlijk nog vol. Ik ben ook nooit meer bij die boerderij geweest. Nou, het moest allemaal geheim gehouden worden. Dat was het ergste in die tijd. Het is puur toeval dat Tom Segers de razzia op 28 februari 1945 overleefde. Hij realiseert zich dat hij door het oog van de naald kroop op die dag. Niet eerder keerde hij terug naar de boerderij op de Kanaaldijk waar zijn BS-groep bijeenkwam in de hooischuur. 70 jaar na dato komen er veel herinneringen boven. De ingang van de berg die was hier. Hier was een deur. En nou hadden we hier een strobal, een hokje gemaakt. Daar hadden we een strobal in, tot de deur. Het hooi kwam in de berg. En dat kwam ook zo allemaal, zo op die strobal en zo. En als wij erin wouden voor excursie, dan kwamen we binnen. Dan duwden we die strobal naar binnen. En we kropen hierdoor. En hier binnen hadden we verlichting en alles. En de wapens en zo wat. En daar hebben we wapeninstructie. En vergaderen of praten. Maar goed, dat was ons onderkomen. En in datzelfde onderkomen kwam Pieter Sloten ook regelmatig. Hij is een automonteur en woont in Nek. Het weinige dat over hem bekend is, is dat hij een rustige jonge man is die het zijn plicht vindt om zijn vaderland te dienen. Daardoor treedt hij toe tot de binnenlandse strijdkrachten. Je wist niet veel van elkaar. De namen werden haast niet genoemd. Of ze hadden absurde namen, zou ik maar zeggen. Roy Hennie, dat was ook een commandant van de politie. De Binnenlandse Strijdkrachten, ofwel BS, is een bundeling van alle verzetsgroepen. De ordendienst, de knokploegen en de Raad van Verzet zijn voorbeelden van organisaties die daaronder vallen. In Noord-Holland zijn alleen al meer dan 10.000 verzetsmensen in de oorlog. De groep op de Kanaaldijk viel rechtstreeks onder de Binnenlandse Strijdkrachten. Ze oefenden daarin het omgaan met wapens. En ze verspreidden ze onder collega-verzetsmensen. Maar niet op 28 februari 1945. Op die dag kwam iedereen bijeen om ingeënt te worden tegen de tyfus. Eén persoon is te laat omdat hij nog een brief moet posten. Tom Segers. Ik kwam aan fietsen met Jaap Vermeulen, daar bij die bocht. En toen zien we dat hier 17 Duitsers fietsen hier zo af met de karabijn op de rug. En die omsingelen de boerderij, dat zien we terwijl wij hierheen fietsen. Ik zei, dat is goed fout. En ik wist dat er 10 of 11 jongens waren er binnen. Ik zei, wij moeten doorfietsen. Toen gaan we doorfietsen. En ik zeg, ik ga niet naar Purmerend. En toen hier zo,
bij die bochten met zo'n beetje, daar liepen Jan en Paulus Kruin. En toen zei ik, jongens, ga door en zie weg te komen. Tom Segers fietst door en vlucht daarna rennend over het land. Hij weet de naburige boerderij te bereiken waar hij op adem komt, maar niet voor lang. En in die tijd, ja, was wel een uur of anderhalf, was Marie Vermeulen hier bij het treintje geweest in huis. En die kwam terug fietsen en ze zegt, Tom, je moet naar het treintje toe, want die, ja, ik zeg, je moet naar het treintje. Ik zeg, zo leuk is het dan niet. Ja, ze zei, alle moffen zijn weg en alles is weg. Nou ja, ik zeg, vooruit, ik leen een fiets en ik ga naar het treintje toe. Nou, ik leende een fiets en ik fiets hier naartoe. Ik zet de fiets hier in de staal, tegen het hooischot. En ik doe mijn klomp uit en ik ga bij het treintje in de kamer. En die zit te huilen aan tafel. En die zegt, nou, ja, Tom, ja, wat moeten we? Ze hebben Piet ook meegenomen, de man. Ja, ik zeg, dat weet ik ook niet. En ik sta bij haar aan tafel. En er komen 5 Duitsers van de dijk fietsen, hier het erf op. Ik denk, oh jezus, ja, ik moet het in mijn hebben. En ze zegt, Tom in de kast. Nou, ik in de kast, van binnen afgesloten. En toen hoor ik ze zeggen, toen die febel, die kwam hier binnen. Als ze aan de fiets gevoeld hadden, was het zadel nog warm. Mijn klompen waren nog warm. Die stonden er. Alle fietsen hadden ze meegenomen, maar hun waren niet bij die overval. Dit was een andere patrouille. Toen hoorde ik die veldwebel zeggen, waar is Tom? En die stond een meter van me af in die kast. En mijn hart ging zo. Ik denk, nou steken ze de boerderij in de brand. Als ze die wapens vinden. En ze werd, ja, het wordt me nou te veel. Dan denk je, ja, het is gebeurd met je. Maar goed, toen vraagt Trantje al die vracht. Moeten jullie hier wezen? De wachthouder, nee, we moeten afvaren naar Spijkerboer. Want ze waren voor controle langs het kanaal. Dus, hun gingen weer weg. En ik, het Trantje riep me en ik kom eruit en zeg, Tom, vluchten. Ik ben door het oog van een aal gegaan. Want bij mijn schoonvader tegenover, daar hadden ze ook de boel in beslag genomen. En ze stak het in de brand. Stakken ze ook de boerderij in de brand. De BS-groep op de boerderij van Kramer is opgepakt en gevangen gezet in Amsterdam. Maar hier eindigt het verhaal niet. Een week later vindt een moordaanslag plaats op de hoogste Duitse SS-officier Hans Rauter. Als wraak halen de Duitsers 263 gevangenen uit hun cel en fusilleren ze. Waaronder de hele BS-groep van Kramer. En zo komen Willem van den Brink, Johan Konijn, Paul Konijn, Klaas Doets, Albert Frederiks, Cornelis de Jonge, Piet Kramer, Gerrit Kroon, Gerard Leegwater, Herman Meijer en Pieter Sloten om het leven. Er werden mensen zo met doodgeschoten. Er was geen pardon. Op diezelfde plek sta je weer. En dan denk je, mijn god. Het was een zenuw. Ik heb enorm geluk gehad.